Hallo? Ik heb echt geen oog dicht gedaan vannacht. Zeppie is jarig en ik ga hem verrassen. Doe je met me mee? Ik tel tot 3 en dan roepen we met z'n allen heel hard. Gefeliciteerd, Zeppie! 1, 2, 3. Gefeliciteerd, Zeppie! Ik heb je lievelingstaart. Kijk. Oh. Kijk eens, hoortjes. Oh, ik heb de kaarsjes nog niet aangedaan. Wacht, dat ga ik eens even doen. Oh, wat erg. Nou, ik ben ook nog niet helemaal wakker. Uit mijn lijf gestampt. Ik ben zo soepel als een sliert spaghetti. Zeppie heeft natuurlijk allemaal vrienden uitgenodigd voor zijn verjaardagsfeestje. En je wilde dus eerst gewoon bellen, toch? Maar gelukkig wist ik hoe je een superleuke uitnodiging maakt. Met een ballon. En ik zal je laten zien hoe. Wat heb je nodig? Papier in 2 verschillende kleuren. Lijm. Ik heb wat oogjes gemaakt. Een ballon. Een stift. En een schaar. Dit grote papiertje heb ik eigenlijk in 2 gevouwen. En dan heb je al een kaart. Dus dat is top. En aan de voorkant gaan we deze olifant maken. Ik heb hier een roze papiertje. En die vouw ik ook dubbel. Want hiervan maak ik de oren. Goed. Aandrukken. Dan ga ik hier nu oren optekenen. De bovenkant mag een groot boogje zijn. En dan de onderkant een klein boogje. Zoiets, ja. Deze knip je uit. Zo. En als je hem dan uitvouwt, dan lijkt het eigenlijk bijna een soort van vlinder. Vind je niet? Deze plak ik op de kaart. Even wat lijm. En dan zo. Goed aandrukken. Dan leggen we de ballon in het midden. En die plakken we vast met een beetje lijm. Aan de binnenkant, zo. En die leg ik dan zo neer. Beetje goed aanduwen. En zo lijkt het ineens toch wel een beetje op een olifant, hè? In plaats van een vlinder. Ik plak er nog wat oogjes op. En de andere kant ook. En dan is hij ineens klaar. Oh, ik moet er natuurlijk nog wel uitnodiging op schrijven. Zodat ze weten wat voor kaart het is. Uitnodiging. En dan kan je aan de binnenkant schrijven hoe laat en waar iedereen moet komen. Omdat Zeppie vandaag jarig is, mocht hij kiezen wat we gaan maken. En Zeppie wilde graag een lolly. Het is echt alleen een lolly. Maar dat is toch saai? Dus ik heb een manier gevonden om van een hele saaie lolly een bijzondere lolly te maken. Een chocololly met versiersel. En wat hebben we ervoor nodig? Chocolade, versierseltjes in allerlei vormen en maten en ijslollystokjes. We beginnen met het breken van de chocola. Dat moet in allemaal kleine stukjes,
want zo smelt het sneller. Zo'n heel groot blok, dat gaat maar langzaam. Als je alle chocola in blokjes hebt gebroken, dan gaan we het smelten. En het heet au bain-marie, maar dat betekent eigenlijk gewoon even de chocola smelten boven warm water. Dus die zet ik hier neer. Goed blijven roeren. Zo. Want dan wordt alles netjes glad. Zo. Wanneer alle chocola helemaal gesmolten is, dan leg je een bakpapiertje neer. Want daar gaan we straks de lolly op maken. En dat doen we hierop, want dan plakt het niet aan het aanrecht. En dat is wel zo fijn. Eerst leggen we een ijslollystokje neer. Zo, in het midden. Oh ja, die is goed afgekoeld. Perfect. En met een lepel giet je er dan eigenlijk zo wat chocola op. Ook goed op het stokje, want hij moet wel ergens aan kunnen plakken. Ja, perfect zo. En dan het allerleukste. Nu gaan we hem versieren. Ik heb hier wat gekleurde chocoladesnoepjes. Die doe ik zo. Wat zeg je, lekker veel? Oké dan. Als dat is wat je wil, dan kan je het krijgen ook. Alsjeblieft. Perfect! Nou, deze moet nog even afkoelen. Maar hier staan ze al klaar. En ik ben benieuwd wat je vrienden ervan gaan vinden, Zeppie. Ze vinden het vast en zeker lekker. Moet je eens kijken. Deze ballon lijkt wel op een flamingo. En die heeft de ballonnenman gemaakt. En hij kan nog veel meer. Dag André. Hoi, hoi. Wat maak jij mooie ballonfiguren, ja, zeg. Superleuk. En wat superleuk dat jullie er ook zijn. Ja, hè? Hoe heet jij? Julia. Dag Julia, wat leuk dat je er bent. En jij? Imme. Dag Imme, wat leuk dat je op bezoek bent. Wij gaan een heel leuk spel spelen. Wij gaan raden wat de ballonnenman maakt. Doe je thuis ook mee? Nou, gaan we wat zien jullie kijken, hoor. Wat zou dat zijn? Een beer? Ja, een beer kan ook bruin zijn. Een beer kan ook bruin zijn, toch? Ja. Wie weet is het wel een beer wat hij maakt. Ja, dat zou ook nog goed kunnen. Dat zou wel kunnen, ik toch? Ik denk een aap. Ik denk het. Denk je een aap? Oeh, ik ben wel benieuwd, hoor. Ja, ik denk het ook. Ja? Ja. En waarom denk je dat dan? Omdat het gewoon op een aap lijkt. Oh, dat het gewoon op een aap lijkt. Dat is best wel logisch eigenlijk. Oh, kijk, wat zijn dat? Lange benen volgens mij, hè? Oh ja, het is een aap. Het is een aap. Helemaal goed. Ik zag gewoon niet staan. Ja, het is ook wel een slingeraap. Het is een slingeraap. Denken jullie dat jullie er nog eentje kunnen raden? Ik heb wel een idee. Oh, wat voor kleur is dat? En wat zou er allemaal groen kunnen zijn? Een krokodil, denk ik. Een krokodil zou groen kunnen zijn. En wat nog meer? Een kikker misschien? Een kikker, is dat groen? Ja. Wat zou dit kunnen zijn, als jullie dat zo zien? Wat? Misschien is het wel een hele grote slottenbel. Zou dat het zijn? Zou best kunnen, toch? Ja, het is een dino. Een dino! Wat voor kleur is dat? Zwart. Zwart, inderdaad. Ik denk het een zebra. Nee, een zebra? Nee. Een koe. Nee, dat zou een koe is ook. Jullie gaan nou echt wel heel snel met raden. Ik had nog maar alleen de blondetje opgeblazen. Wat zou er allemaal zwart-wit kunnen zijn? Een hond. Een hond? Kan ook zwart-wit zijn. Ja. Of een panter. Een beer. Een konijn, een beer? Dat zou ook kunnen? Nee, ik weet het. Oh. Een wasbeer. Een wasbeer zou ook zwart-wit kunnen zijn. Nee, bijna. Het is geen wasbeer. Een panter. Misschien een pinguïn? Zou het een pinguïn zijn? Dat denk ik niet. Nee? Pandabeer. Een pandabeer. Wat goed. Het is natuurlijk een pandabeer. Wauw. Goed geraden, Julia. En goed gedaan, Imme. Nou, dat was leuk. Zeppie viert zijn verjaardagsfeest in de Zeppelin met al zijn vrienden. En het zijn feestbeesten, joh. Ze zingen en ze dansen maar achter elkaar door. En, ik ben maar even hier gaan zitten, hoor. Lekker rustig.
maak jij er ook een vrolijke dag van. Want of je nu jarig bent of niet, zingen, dat kan altijd. Waanzinnige dag.